Als huisbegeleider heb je veel te maken met gevaarlijke situaties. De risico's van hijsen zijn dermate groot dat het belangrijk is om goed opgeleid en geschoold te zijn. De medewerkers die in het verticaal transport werken, moeten daarvoor naar school en een stukje praktijkervaring opdoen. Naast dat je met ervaren en gecertificeerde mensen moet werken, kan het in sommige situaties handig zijn om met een veilige hijsvoorziening te werken. Te denken aan een materiaalcontainer. Hier hebben we een voorbeeld van een hijsbak. Hierin kan je bijvoorbeeld stijgermateriaal verplaatsen, verschillende lengtes hout, denk aan gipsplaten. Ze hebben een heel laag eigen gewicht. Het voordeel daarbij is dat er extra veel in mag, te denken aan 4, 4,5 ton. Hiermee kan je de bak tegen het stijgen aanzetten en de medewerker kan zijn items zo uit de bak tillen. Ik ben Vincent Heppe, directeur-eigenaar van de Heppe Groep BV. Wij zijn partner in verticaal transport. Wij voorzien opdrachtgevers van kraanmachinisten, riggers, hijsbegeleiders, projectspecialisten. Daarnaast kunnen wij ook faciliteren in hijsbakken, vijzelstoelen en andere items in het verticaal transport. Wanneer je werkzaam bent in verschillende branches, zowel in de bouw als in de petrochemie, is het heel belangrijk om de juiste medewerker op de juiste plek te zetten. Je hebt voor de bouw gecertificeerde medewerkers nodig die echt bouwspecialisten zijn. Petrochemie vergt een andere discipline, een andere aanpak. Beide branches vragen een hoop op het gebied van veiligheid. Echter, op het gebied van veiligheid in de petrochemie zijn de belangen vele malen groter. De risico's zijn ook dermate hoger dan in de bouw. Mijn verwachting is dat de vraag naar gecertificeerde en gespecialiseerde medewerkers steeds groter wordt. De risico's van het hijsen zijn dermate groot dat je uiteindelijk alleen nog maar met gecertificeerde en specialisten kunt werken.